Ik ben op bezoek bij kapsalon Total Look in Hoogeveen. En ben benieuwd hoe het daar binnen is, want ze hebben hier van alles. Kapsalon, nagelsalon, vissen, schoonheidssalon, extensions, visagie, keratine en massage. Nou, we gaan even kijken. Zo, dit is een leesgedeelte, een wachtgedeelte en dit is, ja, dat is de kleurtafel. Hier zitten dus mensen, als ze gekleurd worden, zitten ze hier te wachten. Ik doe even een rondje door de winkel. Wat ik hier interessant vind, want ik ben hier natuurlijk al een keer binnen geweest, ze vragen hun klanten om in te checken. Kijk eens, inchecken. Gebruik een code, plaats een foto, deel je ervaring. Dat vind ik wel leuk dat ze dat hier doen. Even verder. Hier is de schoonheidssalon achter. Ik weet niet of ik daarin mag gaan. Even een kijkje. Ja, dat mag. Hier is niemand. En ze hebben extensions. Hier is het lab en daar is een nagelstyliste en ik heb gehoord dat de nagelstyliste, dat die huurt hier. Ik kom even. Zo, en interessant zijn nog die vissen. Hier zitten twee dames met hun voeten in een aquarium en die voeten, die vissen eten huidschilfertjes. Dus heel interessant. En straks even nog de eigenaresse, een van de twee eigenaressen, vragen. En dit is de mede-eigenares van Total Hair Look and More, Jill. Ja, hi, ik ben Jill en ik ben de eigenaresse van Total Look Hair More, samen met Marlies Hospes, de mede-eigenaar. En deze zaak is in Hoogeveen. Ik zie dat dat een winkelcentrum is, dit, hè? Ja, klopt. Ja. En Jill, ik heb heel veel gezien. Jullie hebben extensions, jullie hebben schoonheidssalon. Is een deel daarvan onderverhuurd? Ja, klopt. De nagelstylisten huurt haar eigen plekje. Ja. De schoonheidsspecialisten ook. En verder is het van ons. Ja. De kapsalon. En sinds wanneer ben je mede-eigenares? Sinds 1 oktober. Oké, okay. En ja. Gaat er nu veel veranderen, Jill? Nou, niet heel veel. Het is voor mij ook allemaal nog vrij nieuw. Ja. Dus ik ga ook even kijken van, nou, wat moet ik nog allemaal doen? Of ja. Het is allemaal echt heel nieuw nog. Ja, maar ik heb het gevoel dat het goed gaat hier in deze zaak. Dus Jill, het kan alleen nog maar beter worden, hè? Als jij nog met een paar nieuwe ideeën extra komt, dan moet het goed komen hier. Ja, dat komt goed. Ja. Ja. Je moet me nog één ding vertellen, hè? Die vissen die ik daar gezien heb, weet je, dat aquarium waar daar twee mensen met hun voeten in hangen. Ja. Wil je ons even vertellen wat dat is? Dat is een Kararouf voedspa. Ja. En de visjes die beginnen aan de losse huidcelletjes. Ja. En ja, dat die verzorgen je voeten. Ja, die eten dat gewoon op. Ja, je eet alles ja, op. Je eet het op. En zijn jullie hier de enigen die dat hebben? Want ik heb het dus één keer ergens gezien. Zoals ik weet wel. Ja. 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 Het is vrij uniek, hè? Ja. Ja. En daar wordt ook blijkbaar gebruik van gemaakt, want ze zitten hier heel ontspannen en daarnaast zit er weer iemand heel ontspannen zijn nagels te verzorgen. Nou, het ziet er allemaal heel goed uit, Jill. Ja, dank je wel. Dank je. En heel veel succes als mede-eigenares van deze zaak. Ja, dank je.